What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into something. Willeke Alberti singing Look Past Today for Ogene on Bestie Songers. A lot of things happening at once. A lot of names being thrown around. Definitely looking forward to it. You know, it's going to be either be some kind of happy journey, some kind of sad journey, always some sort of emotional journey when it's this show every single time. Let's see what we got. It's coming at us from Robin. We're going to watch it up until the, 5 minute and 18 second mark. Then we'll jump to the performance. I guess there's a little bit of pre-dialogue that we got to get it out of the way. So, which we love it. We get to hear things. We get to know why things are happening a certain way. It's not the same to just watch the song when it comes to this show. It is always better to have a brief understanding. So let's jump in. Let's check it out together. See what we got. Shout out to Paul H for the subtitles, by the way, they are turned on. Let's go for a journey. Als ik dit zou zien liggen, dan zou ik denken dat het een gifappel is. Weet je wel, uit, uit zo'n sprookje. Dat is toch veel te mooi. Sneeuwwitje. Ja, met de boze stiefmoeder. Only the finest for beste zanger. Wie is dan de boze stiefmoeder? Ik. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. De sfeer onderling is ongelooflijk collegiaal. Mooi weer. Leuke mensen. Het is gewoon reet gezellig. Ik ga hem bewaren. En ik ga hem geven aan iemand die snel uit is gaan. Sharon, wil je een appel? Goedemorgen. Vanavond OG. There's nowhere left in this world. Oh, me time. Nowhere left in this world. Yes, good. Ja, oh Jean, de drie engeltjes. Het is zo mooi, ook als ze apart zingen. En dan komen ze samen en dan, ja, dat is... Circus, circus, round in circus, I'm selling out tonight. Ik ken ze natuurlijk van tv en van de voice. Definitely the most harmonizing sisters on the planet. Ja, het is heel apart, want het zijn drie zusjes. En ja, hoe ze samen zingen, dat is echt heel speciaal gewoon. Klinkt het gewoon als één instrument, het is echt lijp. It's not normal, that's for sure. Ik denk vanaf dat wij geboren werden, dat we altijd al vanaf moment 1 eigenlijk bezig waren met zingen en dansen en toneelstukjes opvoeren. Soms extreem gênant. Ja, dat mijn ouders stonden van, oh nee. You know that they've got from a band in home footage. Je bent ineens in Center Parks tussen allemaal mensen. Ja, en iedereen vond het super schattig, dus we mochten ook altijd overal bij en alles doen wat we wilden. Ja. En vanaf het moment dat je door hebt, dat je er ook maar een beetje je baan van kan maken, ja, dan wil je daar natuurlijk voor gaan. Maar ik heb het wel vaak gezegd, jongens, dat jullie met z'n drieën zingen, dat is prachtig. Maar met z'n drieën doen we erheen praten. Dat lukt niet. Ik snap het. Ja, daar moeten we vanaf. Ja. Het is zo grappig, als je één iemand wat vraagt, dan krijg je van drie mensen krijg je antwoord. Dan gaan ze door elkaar heen en gaan ze met elkaar erover nog wat de ander heeft gezegd. Dan denk je, dan zie je daar eigenlijk een beetje dat je denkt, nou ja, weet je. Maar ik heb het een paar keer geprobeerd. Ja, je komt er niet tussen. Zeg, meneer Brown, ben je klaar voor? Ben nog een slide, joh. Hoe gaan wij als eenlingen die drie stemmigheid van OG aanpakken? We weten echt niet wat ze gaan doen, dus het is super spannend. Hoe gaan ze bij Jan met z'n drie op die banken gepropt worden? Daar ben ik ook benieuwd naar. Allerlei verschillende artiesten die al zoveel hebben bereikt, gaan gewoon liedjes van jou voor jou zingen. Nou, ja. Ze vinden het wel een eer. Ja, heel gaaf. Oké, jongens, we gaan naar de gang. 5 seconden nu. 5, 4, 3, 2, 1, actie in de tent. Niet? Prima. Goedenavond. Lekker weer als mij, Brownie. Ja, maak het hier gemakkelijk. Vanavond voor de eerste keer in deze samenstelling dat ik ook hier zit. Want ja, die bank is net niet ruim genoeg voor 4 kleine kontjes, hè? Dat heb je net gezegd. Ja, nou ja, dat hè. Was de bank 4 kontjes. Maar het is natuurlijk wel speciaal, want jullie zijn de jongste deelnemers dit seizoen. Ja. Jullie hebben natuurlijk nog een betrekkelijk korte carrière als OG. Ja, ja, we bestaan niet lang inderdaad. Klopt. Nee. Dus dat is natuurlijk wel spannend wat er straks op jullie afkomt dan. Ja, ik ben zo benieuwd. Ik ben ineens echt heel nerveus. Maar hoe voelt het om ja, als toch nieuwkomers, want dat zijn jullie na The Voice, zijn jullie echt opnieuw ontdekt, om hier te zijn en ja, door je
collega's te worden bezongen straks. Ja, ik vind het heel speciaal. Ik kan het wel uit ons alle drie zeggen, denk ik. Het is echt een eer wel. Het is, ik vind het echt een eer. Ook omdat we inderdaad nog niet zo heel lang als O'Gene bestaan. We hebben nog niet zo'n heel lang repertoire als iedereen hier op deze bank heeft. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ze allemaal gaan zingen. En hoe was jullie muzikale opvoeding? We zijn altijd wel met muziek opgegroeid. Onze ouders, ons vader heeft een band gehad vroeger. Was echt zijn hobby, het was niet zijn werk. En onze moeder is heel leven danseres geweest. Dus het was wel, het zat echt al wel in de familie ook en in het gezin. Maar we hebben nooit, één van ons heeft nooit gezegd van ik wil zangeres worden of ik wil beroemd worden of iets. We wisten gewoon, we wilden kapster worden of zuster. Of dat bleef nog heel lang voor. Zusters waren jullie natuurlijk altijd. Ja, dus, heel dat goed. Kunnen we afvinken. dat is gevinkt, ja. Wie van jullie is de kapster dan? Amy is afgestudeerd als kapster. Ik ben afgestudeerd. Oh, dat zie je ook wel hoor. Ja? Ja. Oh, het grappig. Het is ook wel handig hoor, voor als optredens hebben. Ja, voordat ik hier weg ga, laat ik nog even lekker maken. Ik ben jij toch gewoon. Brownie. Ja, ik heb O'Gene meegemaakt bij The Voice of Holland natuurlijk. En dan loop je af en toe backstage en dan hoor je wat muziek uit de kleedkamer komen. En zo ben ik te weten gekomen dat ze fans zijn van Earth, Wind & Fire. Ja, dat zeker. Klopt. Dus ik ga in de... Right here is where we're positive because we're not watching that performance quite yet, but we most certainly double back on anything that we've missed for sure. I know a bunch of requests are out there. We're jumping to the Willeke Alberti performance. Give me 2 seconds and we'll be right back. And we're back with Willeke. Let's jump in. Let's check it out together. Let's go. Willeke. Oh, wat leuk. Ja, en jij hebt natuurlijk ook iets bijzonders voorbereid. Ja, dat hoop ik. Uiteraard heb ik naar een aantal dingen geluisterd. En wat ik heel erg mooi vind van jullie, dat is Change Will Come. Ja, mooi. Maar ik heb natuurlijk alle talen gezongen vroeger. Maar ik hou zo van om Nederlands te zingen. Ja. En toen heb ik gevraagd aan Belinda Meuldijk of zij een tekst wilde maken. Oh, wat gaaf. Ja, die kwam bij mij heel, heel erg binnen. Jeetje. En later hoorde ik ook een aantal verhalen van jullie. En, wat betekent dit liedje voor jullie? Veel. Heel veel. Ja. We zongen hem ook voor, zeker voor onze moeder. Die is nu al een aantal jaren ernstig ziek. Ze heeft een hele zeldzame bottumor. En ze is nou zo'n 5 keer geopereerd. Ja. En toevallig nog een paar weken geleden. Ja. Tijdens de Voice ging het redelijk goed met. Ze had de bestraling in Frankrijk ondergaan. Maar helaas afgelopen zomer door die bestraling heeft ze ontstekingen gekregen bij de hersenstam. En is rechterbeen en arm zijn verlamd geraakt. Dus ze zit nu in een rolstoel. Op dit moment is het net iets... Ja, een andere betekenis. Op dat moment hadden we heel veel hoop. En nu, well, I tell you, it's gonna be something heartbreaking. God, I knew it already. You make it. You make it. Ja. Laten we even kijken naar dat moment. When your hope is gone or tainted. When your breath is slowly running out. Is the picture perfect? Oké, dat waren jullie ook. Ja, dat was nog wel goed hoor. Ja, dit is wel bijzonder dat we dit liedje mochten zingen in The Voice. Want normaal gesproken mag je niet een liedje zingen wat niet in de hitlijst heeft gestaan. Dat wordt hè? Ja, maar ja, we moesten alleen even John de Mol overtuigen. Dus we zijn naar hem toe gegaan. Letterlijk in zijn hokje, in zijn kamertje. In zijn kantoor. En eigenlijk vrijwel direct zei hij, ik geloof er heel erg in het wat we mogen doen. Nou, Willeke, jij hoeft niet eerst langs John om het te kunnen doen. Nee, je mag regelen aan de microfoon. Ja. Ik vind alles goed. Wauw. It's gonna be slaughtering. Ik ben ontzettend benieuwd. Het is een heel belangrijk liedje voor ons geweest. Ja. Ik denk dat ze veel mensen gaat raken daarmee. Het is heel bijzonder, dit. Als je denkt dat er nooit iets verandert en je zo niet langer door wil gaan, het verlangen in je hart ligt verankerd, te wachten tot je ogen open gaan.
vandaag voorbij. Er komt een nieuwe tijd. Got me crying. Oeh. Als je niets meer van de liefde kan verwachten, al je plannen in rook zijn opgegaan. Als je licht brandt in slapeloze nachten, laat het tot de zon opkomt. Person is 10 series, don't they? Dat was... Oh, wat gaaf. Damn emotional. Ik vind het mooiste dat ik ooit gehoord heb. Yes. We gaan nu even knuffelen, hoor. Oh, graag. Dankjewel. Oh, wat heeft die jas ook al klaar liggen? Die staan hier altijd. Je denkt, die drie jankmeiden, die gaan weer beginnen natuurlijk. Die staan altijd klaar. Oh, mooi. Oh. Bedankt. Ach, dankjewel. Heel erg bedankt. Die meiden zongen dat toen ze nog de hoop hadden dat het goed zou komen. En inmiddels weten ze helaas dat dat... waarschijnlijk niet meer het geval is, ja. Dat is natuurlijk heel dubbel. Dus ik kan me heel goed voorstellen, en dat zag je natuurlijk op de bank gebeuren, dat ze daar ontzettend veel moeite mee hebben. En ja, dat is was een soort van mokerslag. Willeke, wil je daarmee ophouden met ons aan? Dat zal ik maar zeggen. Ik vond het prachtig hoe Willeke het heeft gedaan. Zij leeft zo'n tekst helemaal en ze voelt hem ook echt. En ze maakt het zo eigen. Kan ze zo mooi overbrengen. Heerlijk. En de vertaling is ook heel mooi gedaan. Dus het kwam zeker binnen bij ons. Ja, niemand hield het droog. Dus nee. Ze heeft het goed gedaan. No, we definitely didn't keep it dry. Mijn moeder dit ook heel erg mooi vindt. Ja, absoluut. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Nou. Ja. Dank u wel. Heel graag gedaan. Dank je wel. Ja, dat komt wel even binnen, hè? Tja. Het is ook je, Jan. Nou, nee, maar ik zag jou ook helemaal verdwijnen. Ja. En jezelf? Ja, nou, nog steeds wel. Ja, het was heel mooi. En het is niet de makkelijkste maanden geweest, dus dan, ja, goed. Het is, mijn vader is er net niet meer. En, Dat komt het extra binnen? Absoluut. Ja. Ik vind het echt zo ontzettend bijzonder dat... It definitely hit me for different reasons than it hit all of these people too. It's just, I don't know, that song's gonna hit dat you differently. Dat je het even mag voelen. Dat je die even... Ja. Ja. We zijn elkaar, altijd maar bezig. Je gaat altijd maar verder. En, ik vind het heel fijn om het te voelen als je zingt. Nu je voelt heel intens dan gemis en verdriet. Maar dat is ook fijn. Dat vind ik, dus de kracht van muziek is ook, het is ook fijn en troostend. It was comforting, but heartbreaking. Te kunnen voelen, zeker met als het zo mooi, door zoiets moois gebeurt en zoiets puurs. Absoluut. Dat is het mooie van de beste zangers natuurlijk. Ja, geweldig. That is the beauty of this show, 100%. Right there is where we're going to cut it off at.
because we don't want to mysteriously end up sitting here for the next 45 minutes. Got me. Robin, I appreciate the request. Absolutely beautiful. Paul H., I appreciate the subtitles and the information attached at the bottom. It definitely hits you a different way. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Get over show, Paul H., all the love in the world. Go show Villica all the love in the world. Tell the next one I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.